Vandaag is de eerste uitzending en ik ben gelijk het middelpunt van het programma. Ja, het is heel spannend. Ik vind het heel spannend. Vanavond is de avond van Henk. En Henk is de Nestor, hè, de ome Henk van de groep. Hij is ook de oudste. Komt uit de operahoek. Ken jij hem? Ja, nou, ik ken hem meer vanuit de musicalwereld. Want ik heb ooit Rembrandt gezien, de musical. Daar zat hij volgens mij in. Natuurlijk de Phantom. We kunnen gewoon afspreken dat als ik zing, dat jullie dan gewoon eventjes een drankje gaan halen. Henk is gewoon echt de typische oom op de verjaardag. Hij maakt de hele dag grapjes. Die man is zo'n grappenmaker, het is niet te doen. En dan denk ik, maakt hij nu een grap of niet? Dat meen je het nu? En dan, nou ja, ja, fantastisch. Wat een droge humor. Hij heeft zo ontzettend veel gedaan. Dat ik, ja, daar hebben we allemaal met een kluif aan om te kiezen van dat enorme repertoire. Wat gaan ze doen? Hebben ze de moed om in een opera aria te stappen? Ik denk dat het een hele mooie avond wordt. Jouw avond wordt misschien wel de mooiste avond. Nou, dat sowieso.